Maastricht heeft een nieuwe evenementenlocatie. De gashouder bij het Frontenpark krijgt komend weekend haar eerste evenement. Nightscapes Productions mag, zoals het zelf zeggen, het gebouw ontmaagden. We gaan op 23 mei tijdens de kunsttour hier iets organiseren. Hier gaan de beeldjutters uit Utrecht om 4 en om 8 uur een performance organiseren. Vanaf 12 uur is de gashouder toegankelijk voor publiek en dat zijn allemaal video-installaties. Het grote ronde gebouw werd vroeger gebruikt voor de opslag van gas. En de komende tijd worden de eerste evenementenervaringen opgedaan met het gebouw. Een weekend later namelijk organiseert Nightscapes er een festival. We gaan de gashouder nemen zoals die is. Dus gewoon gebruik maken van de locatie en juist gebruik maken van de enorme galm die er is. En die dus inzetten. Dus tijdens ons festival, dat is op 29, 30 en 31 mei, zijn er in de gashouder een dansvoorstelling en twee concerten van een haap en een ham. En die maken dan juist gebruik van het geluid, oftewel van de galm.